En leuk dat je kijkt naar een nieuwe film die gemaakt is voor de website www.debijrijder.eu. Op dit moment fiets ik in Zeerijp, een prachtig dorpje met een prachtige molen in de provincie Groningen. En tijdens deze film fiets ik vanaf Zeerijp richting Middelstum en Fraamklap. Hier ga ik links. Zo ben ik midden in het dorpje Zeerijp. Oeh, een auto. Die kan ik wel even voorbij. Die reed zomaar de weg op zonder uit te kijken. Een beetje vervelend is dat altijd. Maar ja, het gebeurt zo vaak. Het dorpje Zeerijp telt ongeveer 770 inwoners. En het ligt in de gemeente Loppersum. Loppersum ligt hier niet ver vandaan. Straks kom ik nog bij een kruispunt. Waar je links kunt naar Loppersum. Maar waar ik dan dadelijk rechtsaf ga. Richting Westeremden. De temperatuur was goed vandaag. Zo rond de 15, 16, 17 graden. Maar het waaide wel pittig. De wind kwam uit het noordoosten tot oosten. Met een kracht van 6 en soms windkracht 7. Ja, best pittig. Op dit moment heb ik dus de wind in de rug. En dan kan ik dus ook makkelijk de 40 km per uur aantikken. Deze weg heet trouwens de Lobsterweg. En het is 2 jaar geleden opnieuw geasfalteerd. Want voorheen was het echt dramatisch om hier te fietsen. Er zaten namelijk allemaal gaten in de weg en scheuren. En je moest altijd uitkijken. Want anders had je zo'n lekke band. Of je lag zo op je snuffert. Nu ben ik bijna bij het kruispunt waar ik het net over had. Waar je dus linksaf kunt naar Loppersum. En waar ik rechtsaf ga richting Westeremden. Met volle snelheid door de bochten lukt niet helemaal, dus ik moet een beetje remmen. Zo, heb ik ook weer gered. Daar fietst een mevrouw met een e-bike voor mij. Die moet ik voor de volgende bocht toch nog maar even voorbij. En dat lukt. Kijk, die vrouw heeft ook de snelheid er goed in. Hier ga ik links. Hier kon je rechtsaf richting Garsthuizen en Startenhuizen trouwens. Hier komt ook weer een scherpe bocht naar rechts. En hier kun je rechtdoor trouwens. Dat kan ook. En dan kom je over een schelpenpad. Dat niet echt prettig is voor als je hier fietst met de racefiets. Maar ik ben er wel eens langs gekomen trouwens. Een filmpje van dat fietspad staat wel op de website debijrijder.eu. Hier ga ik een hardloopster voorbij. Die is ook lekker sportief bezig. Het is trouwens lekker rustig bij de weg, zoals je kunt zien. Dat komt natuurlijk mede door de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus. Hier komen een paar scherpe bochtjes. En dan ben ik dadelijk zo in het altijd mooie Westeremden. In Westeremden heb ik vroeger op school gezeten, op de kleuterschool. Toen
toen ik nog in Startenhuizen woonde, bij mijn pa en ma, werden we 's morgens opgehaald met een busje. En dan gingen wij met het busje naar de kleuterschool in Westerende. En we werden 's middags weer thuisgebracht. Later kwam er een nieuwe school in Garsthuizen, waar ik vanaf toen naartoe ging. Zo, nu ben ik bijna in Westerhemden. En ook Westerhemden ligt in de gemeente Loppersum. En het dorpje heeft ongeveer 350 inwoners. Ook heeft Westerhemden een beschermd dorpsgezicht. Ja, ja. Zo kom je nog eens wat te weten. Ah, 41 per uur fietsen. Ik stond op het bord daar rechts te knipperen. Het bord heeft een kleine correctie toegepast volgens mij. En dat ging iets harder. Nu ga ik een beetje afremmen, want hier ga ik rechts. Scherpe bocht. En zo fiets ik Westerhemden binnen. Een prachtig dorpje zoals je kunt zien. Het is niet voor niks een beschermd dorpsgezicht. Hier gaan de lichtjes omhoog. De echte terp van Westerhemden ligt aan de linkerkant. En daar ga ik nu niet over. Ik ontwijk hem. De terp dus. Hier nog even naar rechts. En dan dadelijk met de bocht mee naar links, richting Huizingen. Als je hier trouwens rechtdoor gaat, ga je langs een fietspad en kom je in Startenhuizen terecht. Dat gaat dus niet met de auto, maar wel op de fiets. Ook daarvan staat wel een filmpje op de website debijrijder.eu. Ik zou hem dus eens opzoeken en ernaar gaan kijken als ik u was. En zo fiets ik het altijd mooie Westerhemden weer bijna uit. En vervolg ik mijn weg richting Huizingen. Dit is ook de Huizingerweg. Deze weg is een beetje aan het afbrokkelen, een beetje slecht aan het worden, om het zo maar te zeggen. Kijk, je ziet ook dat de boeren alweer het land aan het besproeien zijn in verband met de droogte. Nou hadden we een hele natte winter, tot en met februari aan toe. En daarna was het echt droog en bleef het droog, waardoor de boeren nu een beetje massaal het land alweer aan het beregenen zijn. Ook bij ons in de tuin merk je dat. De bovenste laag, waar de bloemetjes staan en waar we ook nieuwe plantjes hebben gepoot, dat is eigenlijk meteen weer droog. Ook als je het net nat gemaakt hebt. Zo gaat het natuurlijk wel lekker met de wind in de rug, 45 km per uur. Mijn hartslag is op dit moment 162, dat kun je rechtsboven in beeld zien. En ik fiets nu in westelijke richting. Daardoor kun je zien dat de wind uit het oosten kwam, wat ik al zei. Dan ga ik lekker hard bij de viaduct omhoog. Maar viaducten en bultjes en bergen en terpjes zijn altijd niet mijn favoriete dingetjes. Ik moet het meer hebben van de vlakke wegen. Maar goed, zo heeft ieder zijn ding. Mijn hartslag gaat omhoog richting de 175. En nu ben ik bovenop de viaduct. En hier gaat mijn auto voorbij. En ik hoop dat hij even doorrijdt. Want je hebt ook vaak op zulke momenten dat de auto's je voorbij gaan en dan even later staan ze
pal voor je neus in één keer stil. Nou, deze heeft geluk. Ik ga ook links. Richting Huizingen. Ik hoop dat hij doorrijdt. Volgens mij gaat het goed. Hier links staat een boerderij die heet Melkema. De boerderij heeft erg veel aardbevingsschade. En voorheen waren daar altijd feestjes en partijen. Maar die staat al een paar jaar leeg. En er gebeurt ook helemaal niks meer. Nu ben ik in Huizingen. En ik ga met de weg mee naar rechts. Ik fiets Huizingen dus gewoon door. Huizingen is bekend van de eerste stevige aardbeving in de provincie Groningen. Volgens mij was dat in 2012. En die aardbeving heb ik zelf ook gevoeld toen ik op dat moment achter de computer zat. Dat weet ik nog wel. Het hele huis trilde en bewoog. Nu fiets ik Huizingen uit en ben ik onderweg naar Middelstum. De weg door Huizingen heen heette trouwens de Hoofdweg. En dit is ook weer de Huizingerweg. Autootje aan de kant. Een boer die bezig is op het land. En dat allemaal op deze 21ste april 2020. Nu komt er een bocht naar links. En nu fiets ik in zuidwestelijke richting. Nu heb ik de wind nog iets beter in de rug, waardoor ik nog even iets harder kan. De teller gaat richting de 47, 48. Tik ik hem nog aan? 48. Even kijken. Ja, 48 km per uur. 49 km per uur. Het had nog wel iets sneller gekund, maar 50 tik ik toch nog aan. Het had wel iets harder gekund, maar het hoefde niet. Want ik wou graag een lekker tempo fietsen tot aan Fraamklap aan toe. Dus dan moet ik maar op kleine stukjes niet over mijn toeren fietsen, zeg maar. Nu fiets ik Middelstum binnen. Dus nu moet ik even goed uitkijken overal. Dadelijk fiets ik ook gewoon rechtdoor het centrum in. Hier moet ik een beetje remmen. En goed uitkijken. Komt niks aan. Nee. Nu fiets ik dadelijk over de Grachtstraat. Die begint hier. En dan fiets ik over het Concordiaplein. Waar aan de rechterkant ook de Sint-Hippolytuskerk staat. Daar. Fiets ik dadelijk op de Menteda-laan en ga ik rechtdoor. Dit is de burgemeester F. van Ankenweg en links is de ijsbaan. Goed uitkijken hier. En hier moet ik over de brug en fiets ik op de Onderdendamsterweg richting Fraamklap.
Hier links is het Boterdiep, waar ik al eens geschaatst heb tijdens de Noorderrondritten. Het jaartal weet ik niet helemaal meer. Ik denk 1987 of 88. Ik weet het niet meer precies. Ik deed in ieder geval de 75 kilometer, dat weet ik nog wel. Dus daar heb ik geschaatst, hier aan de linkerkant over het Boterdiep. En nu ben ik hier op de fiets, zoals u weet. Nu ben ik bijna in Fraamklap. En ga ik ook rechtdoor. En dan fiets ik over de nieuwe brug die een paar maanden geleden opnieuw geopend is. Want die is er een tijd uit geweest. Deze brug dus. Hier kon je dan vorig jaar een tijd lang niet langs. Nu fiets ik op de Fraamweg en verlaat ik Fraamklap en fiets ik richting Bedum. Ik fiets natuurlijk nog steeds hartstikke lekker met de wind zo in de rug. ...22:04... in de middag is het. Ik moest om 4:30 trouwens bij de Plus supermarkt in Bedum zijn. Dat had ik afgesproken met Marieke. En zij kwam mij daar ophalen samen met Florian. Jazeker, goed geregeld hè? Hoefde ik in ieder geval niet weer helemaal terug te fietsen tegen de wind in naar huis. Nou, nu heb ik zijwind zoals je kunt zien aan de windmolen. En hier ga ik rechts. En dan moet ik nog een stukje en dan ben ik in Bedum. Meer filmpjes zie je op www.debijrijder.eu. Dit was het tot zover. Tot ziens.